Minister Schulz van Hagen kwam donderdag 28 januari de Wiepots bewonderen. De zelfsturende voertuigen gaan tussen station Ede-Wageningen en de Universiteit Wageningen rijden. Er was veel belangstelling voor de presentatie. We gaan beginnen vandaag aan onze testfase hier op de openbare weg. Die gaat een aantal maanden duren. We beginnen eerst op het stukje weg waar we vandaag onze demo doen. Daarna willen we dat uit gaan rollen over het rondje campus, zoals wij dat noemen. We hebben route op de campus in het hoofd. En als we dat allemaal onder de knie hebben, dan gaan we ook de route naar Ede rijden. Als zoiets door je wijken gaat rijden van Ede, dan denk je mee en je kijkt na, je denkt mee over de route. Wat is mogelijk? Hoe kun je de WUR bereiken vanuit Ede? Waar moet je het voertuig stallen? Dus op alle mogelijke manieren hebben wij meegedacht, met name over het traject. Dus niet over het voertuig, die techniek komt ergens anders vandaan. Maar wel, waar gaat hij rijden? En hij komt op de openbare weg. Durf je dat aan als gemeente? En wat voor maatregelen gaan we nemen? Ja, we hebben erover nagedacht en meegedacht. Hoe is de eerste rit bevallen? Nou goed, want eigenlijk heb ik al veel geprobeerd met zelfrijdende auto's, zelfrijdende trucks. Maar dan heb je altijd wel weer dat je manueel ook gaat sturen. En hier ben je eigenlijk, je kan helemaal niets meer. En dat voelt nog veiliger dan die gecombineerde variant. Het mooie van onze regio is wel dat we openstaan voor nieuwe dingen. En ja, dit is vreemd, maar hij gaat niet zo heel hard rijden. Dus de politie zegt, dit is een boeiende ontwikkeling en dat zien we graag. Wat er van gaat komen. We hebben twee hoofduitdagingen die we onder de knie willen krijgen. En dat is het navigeren en het omgaan met ander verkeer. En het navigeren, daarmee bedoel ik dat er is een weg. En wij moeten daar keurig met een strak lijntje op de goede weghelft overheen rijden. Zoals elke goede chauffeur dat doet. En het tweede punt is omgaan met ander verkeer. Dat op die weg zijn wij niet de enige. Wij komen daar van alles tegen. Dat beweegt zeer waarschijnlijk. Daar moeten we wat mee, daar moeten we voorzichtig mee omgaan. En dat is de tweede uitdaging. Zou u willen zeggen dat Nederland voorop loopt in Europa met deze innovatie? Ja, zeker. Want wij hebben toch als een van de eerste ons hele land tot testland verklaard. Wij werken echt mee vanuit de gedachte dat je dingen mogelijk moet maken in plaats van onmogelijk. Dat zie je ook in de hele exercitie die hieraan vooraf gaat. Dat was best complex. Maar in plaats van te zeggen, ja, het kan niet. En we zeggen, ja, hoe kunnen we het wel doen? Dus ik vind dat we voorop lopen. Je ziet natuurlijk ook andere landen nu snel meekomen. Nou, gelukkig maar, want het is best als we met elkaar dezelfde technologie ontwikkelen. Maar ja, we zijn er in ieder geval volgens mij wel als een van de eerste echt hard aan gaan trekken. Maar nu op plekken waar je geen bus meer hebt? Of mensen die naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden. Het zou toch fantastisch zijn dat je met een app zo'n apparaat kan oproepen en die je even vervoert naar het ziekenhuis.